Ja, Michel, het wordt steeds spannender eigenlijk in de Formule 1. Er zijn nog 6 races te gaan. Hoe kijk jij naar dat laatste slot van het seizoen? Ja, iedereen is natuurlijk heel benieuwd. Wat gaat er gebeuren met Max? Nou, ik denk dat hij wel kampioen wordt. Want hij is natuurlijk niet heel slecht, laten we wel zijn. Wordt er ook nog tweede. Dus achterheen van de McLaren's. Dus ik denk dat hij het wel redelijk gaat redden. En wie weet gaat hij wel weer een beetje de dominantie erin gooien. Want ze hebben allemaal weer updates. Ja, voor wat dat waard is natuurlijk, dat weten we ook niet. Maar ik heb wel vertrouwen in dat hij nog goed gaat. En er komt ook al op circuits die hem wel goed gingen in het verleden. Dus ja, het blijft spannend natuurlijk. Wat doet dat met een coureur als hij zo lang dominant is geweest en dan zo'n maanden nu al niet wint? Daar moet je psychisch wel tegen kunnen. En je ziet natuurlijk, Max heeft wat andere opmerkingen en aanmerkingen over het team, terecht. En het blijft natuurlijk moeilijk als je niet meer zo dominant bent. Hè. Eerst won hij met 20 seconden, nu verliest hij met 20 seconden sommige races. Dus dat is vreemd. Maar Max heeft natuurlijk een sterke geest. En kan dankzij zijn rijcapaciteiten kan hij nog steeds hard gaan. Dus, maar dat het wat doet, en bij sommigen zou er helemaal verslag zijn. Als Perez zoiets zou hebben, ja, dan zou hij achteraan gaan rijden. Ja, in Singapore natuurlijk, Nederlanders zeggen graag wat ze denken. En er komt ooit een scheldwoordje bij krijgen. En Max heeft daar een taakstraf voor gekregen. Hoe heb jij dat beleefd? Hoe kijk je daarna? Vind ik allemaal belachelijk. Dat is een verborgen censuur die ze nu aan het doen zijn bij de FIA. Laat die rijders gewoon wat zeggen. En ze zitten niet alleen maar te schelden of verkeerde getinte opmerkingen te maken. Je moet ook die emoties een keer erbij halen. En natuurlijk is het vervelend wat Max misschien heeft gezegd. Ik vind het allemaal overdreven. Maar ja, men moet dat niet allemaal zo opdikken. En je ziet nu ook dat de rijders steunen Max ook terecht, want dit spoort niet. Laatste vraag, wat is jouw voorspelling voor Austin? Ik denk, als ik zo mag voorspellen, dat Max gewoon weer tweede wordt. En dat Norris gewoon weer eerste wordt. Maar goed, we hebben een ander updateje aan de RB20. Dus ik lees ook dat ze het lek gevonden hebben. Nou, ik ben reuze benieuwd. Want dat vind ik een beetje raar in zo'n team met zoveel mensen. Dat ze het lek dan niet eerder hebben gevonden. Maar ik ben benieuwd. Wie weet gaat hij heel goed.